allemaal. Welkom bij aflevering 27. In de coronatijd. Ja man, ja, het is aflevering 27. Man, wat een dag, wat een leven. Nou, wat een week. Wat een bijzondere tijd, ja. Ik hoop dat jullie het allemaal thuis nog een beetje uithouden. Ja, als je mij hoort, dan word ik al half gek, hè. Dus dan weet je dat. Maar nee, het komt goed. Ja, word je gek? Oh, nee, ik ben wel goed in het zelf iets te zien. Nee, ja, maar ik weet niet, man. Ik weet niet. Ja, ik... aan de ene kant vind ik het wel lekker, aan de andere kant... Ik weet niet. Ja, maar dat is zo, hè. Aan de ene kant vind ik het ook super chill, want weet je, ik vind het super fascinerend hoe ik mijn werk gewoon kan doen vanaf thuis. En het gaat echt super goed en dat vind ik super tof. En ik hoop ook echt dat we dit doorzetten met z'n allen. En niet alleen natuurlijk wij met ons werk, maar gewoon heel de wereld. Ja. En want dit scheelt zoveel uitstoot en dit scheelt zoveel stress ook, hè. Laten we heel eerlijk zijn, want reizen, ik zit 2 uur per dag in de auto bijna. Nou, dat heb ik nu niet. Ik vind het super fijn dat ik die stress niet heb, weet je wel. Ja, stress. Je denkt, ja, autorijden is geen stress. Maar gewoon het feit dat je, als je klaar bent met je werk, dat je naar huis wil. Dat je gewoon een uur in de file staat. Dat is gewoon niet tof, weet je wel. Dus ja, ik hoop dat we dat doorzetten. Want dat is gewoon fijn, weet je. Het is gewoon fijn. Hè? Gewoon een beetje... Ja, aan de andere kant, wat ik wel heb, hè, is dat... Kijk, werk en je privéleven moet je scheiden. Dus dat is soms wel lastig. Dat je dan toch thuis in je safe zone, zeg maar, je werk aan het doen bent. Ja, dat is... toevallig werd ik vanmorgen geïnterviewd. Toen vroeg ze... die dame vroeg ook van... Ja, hoe zorg jij ervoor natuurlijk dat je die scheidslijn hebt? Hè? Dat je... Hoe zorg je ervoor dat je grenzen bewaakt, zeg maar, met betrekking tot werken? Omdat we met je erop kwamen van... Ja, weet je, als je thuis zit te werken achter je computer... Je blijft lekker zitten, je pakt een bakje koffie... En die computer staat aan, dus je kan altijd weer terug. En dat je niet uitkijkt, dat je zit je tot 10 uur 's avonds... Zie je gewoon achter dat ding, weet je wel? Dus ja, dat is ook wel. Dat moet je ook wel met je leren. Ik had de eerste paar weken was natuurlijk ook wel extreem druk. Maar dat ik echt lang achter die computer bleef zitten en vroeg begon. En dat ik mezelf een beetje verloor in het werken. Weet je, maar dat had ik de eerste 2 weken ook. Ja. Nou, vooral de eerste week zo, toen heb ik veel gewerkt. Nu heb ik wel een beetje de balans gevonden. En weet ik ook wanneer ik gewoon echt oprecht mijn werktelefoon even weg moet zetten. Of weg moet leggen of even uitzetten. Maar dat is hoe het werkt, hè. Als je het gewoon wegzet of uitzet, dan... Ja, het is gewoon klaar. Dan is het klaar. Dus, en als het echt extreem is, stel het is echt een drama aan de hand, weet je. Dan kunnen ze altijd nog op je privé-telefoon bellen. Ja, precies. Weet je, dus dan kan je dat ook gewoon uitzetten. Ja, nou, eens. Dus ja, toch? Ja, let goed op jezelf als je thuis zit, hè. En zorg dat je die balans bewaart. Zeker. En dat doe je nu ook door naar onze podcast te luisteren. Zeker, right. dat doen mensen zeker. Dus. Hey, laten we eens even kort het nieuws erbij pakken. We hebben het natuurlijk al heel gehad over dan. Corona. Morgen hebben we natuurlijk de persconferentie. Verwachtingen? Ja, ik ben benieuwd wat eruit... verwachtingen, aantal zaken gaan wat verlicht worden, vermoed ik. Maar het meeste zal nog steeds streng dicht blijven, denk ik. Ja, ik denk dat basisscholen weer open gaan, denk ik. Onder zware afspraken, denk ik. Of kinderdagverblijf of zo. Ja. Ja, ik denk dat dat de eerste stap is. Want je ziet ook landen om ons heen eigenlijk al die versoepelingen al invoeren. Hè? In Duitsland volgens mij zijn er al versoepelingen. In Noorwegen kunnen ze weer naar school. Of Denemarken. Denemarken, ja. Ik vind het wel allemaal iets te snel gaan. Ja. Want als je hoort hoe gisteren nog wel 80 tot 100 mensen weer zijn overleden, denk ik, jongens... Weet je, ik snap dat we allemaal onze bedrijven en zo willen redden, maar kom op, weet je. Is dat het wel? Want dan het gevolg is dat er wel weer mensen gewoon toch doodgaan. Dat er toch mensen weer met elkaar in contact gaan komen. Ja, ik zag ook gisteren een special in China of zo. Of misschien was het nieuws gewoon, dat weet ik niet. Maar ja. die vroeg of wij helemaal gestoord waren met als we toen we het hadden over groepsimmuniteit en geen mondkapjes en zo. En die zei van, ja, weet je, leer eens nou eens van onze fouten hier, zeg maar. Ja, maar dat is toch zo? Exact, dat bedoel ik ook. Leer daar ook van. En dat... ja. Ik vind het alleen dubbel, weet je wat? Ik denk, als jullie zo goed zijn, waarom hebben jullie dan jullie virus over de rest van de wereld laten verspreiden? Ja, maar ja, goed, weet je, ze hebben het wel echt beperkt, toch? Ze hebben heel Wuhan dichtgegooid, dus het is... Ja, weet je, het is wel moeilijk om te zeggen hoe ze dat moesten doen. Kijk, wij hadden kunnen weten dat er iets aankwam en wij waren daar ook te laat mee, ja. Denk ik. Ja, dat is waar, want... Ik zag ergens, las ik in een artikel dat de Europese Unie, die had
in januari al gezegd tegen alle landen, Europese landen van jongens, er zijn nog geen aanvragen voor. Ik weet niet waar het precies om ging, geld en materiaal volgens mij van jullie gekomen. Weet je wel, let op, weet je, het komt eraan. Waarom hebben jullie nog geen aanvragen gedaan? En dat was de Europese Unie, zeg maar. Hè? Dus het is niet bijzonder, hè? Zo random een of andere organisatie. Ja, maar ook hoe, eerlijk is eerlijk, iedereen, ook mensen die hier naar luisteren, die hebben allemaal grapjes gemaakt over corona. Ja. Iedereen, ik ook. Over vervelende situaties en grappen. En toch zie je dat de mensen dan toch, ondanks dat, ja, toch niet zien aankomen dat er iets zoiets groots bij ons ook gebeurt. Hè? Maar dat is ook logisch natuurlijk, als je kijkt naar SARS. Hè? Ik bedoel, dat was ook weer een groot ding. En uiteindelijk, volgens mij viel dat allemaal hartstikke mee. Ja, dat viel ook heel erg mee. Dat is ook niet verder gegaan dan Azië, volgens mij. Nou ja, voor mij een paar gevallen, zeg maar. Maar niet zo extreem natuurlijk als we nu in zitten. Hè? Nee, absoluut. Rutte noemde het niet voor niks. Wat was het? De meest buitengewone situatie buiten oorlogstijd. Dus ik ben benieuwd hoe het verder gaat. We gaan het zien, jongen. We gaan het zien, ja. Als we dan... kijk, dit is natuurlijk ons favoriet onderwerp, hè. President Trump is makkelijk om daar mee te scoren natuurlijk. Maar als je ziet wat die gast aan het doen is, joh, dan denk je toch, dat wil je toch niet als president? Ja, dat zou ik ook niet willen als president, inderdaad. Maar ja, waarschijnlijk veel van zijn achterban, die willen hem wel als president. Ja, dan zit hij daar niet. Maar hij is eigenlijk natuurlijk bezig met wat hij eigenlijk goed doet. Hè? Door eerst te zeggen dat het allemaal meevalt en dat ze de greatest zijn. Dat het allemaal goed komt. En dan vervolgens als het shit hits the fan. En dan is het iemand anders schuld, ja. Ja, ik had net ook een artikel gelezen over Trump... Hij is New York te hulp geschoten met na aandringen met een of ander oorlogsschip. Met ziekenhuis gebeuren. Maar schijnbaar financiert hij dan wel hele grote bedrijven en de vliegtuigmaatschappijen. Maar verder zegt hij, ja, de staten moeten het verder zelf organiseren of zo. En dat is, ja, dat is, ja, what the fuck. Ja, bijzonder toch? Ja, hij is natuurlijk op federaal niveau. Moet hij een beetje zorgen dat het allemaal goed loopt. En, bijzonder dat hij dit dan doet, toch? Ja, dat is zeker bijzonder. Maar het is wel Trumpiaans natuurlijk. Ja, inderdaad. Hij zegt dat in China ook veel meer patiënten zijn overleden aan het gevolg van corona dan in de VS. Maar volgens mij is dat niet zo, toch? Voor mij wijzen de cijfers nu iets anders uit. Ja, precies. Ja. Maar dit is weer zo'n fake nieuws gebeuren. Dan gaat hij weer vertellen dat dat anders is. Ja. Dan denk je, ja, what the fuck? Maar mensen geloven het. Ja, maar dat is het, hè? Ja, maar er komt omdat mensen ook vaak naar gevoelens luisteren en niet zozeer naar feiten, hè? Kijk, maar dat is tegen de ziekte van nu, hè? Ja, ik bedoel, hetzelfde als met, dat wilde ik ook nog vragen. Ja, wat vind jij ervan in het nieuws wordt geopperd dat de zomervakantie, hè, door de onderwijsraad is dat ook gezegd, dat we die moeten inkorten om de achterstanden in te lopen. Dan denk ik, ja, wat is deze, denk ik dan? Waarom? Ja, er zijn nu geen tekorten bij ons, in ieder geval. Kijk, dus dat is voor mij moeilijk te zeggen. Ik heb niet het idee dat er tekorten zijn voor mijn leerlingen. Nee, maar ik had op een gegeven moment een discussie ook, hè. Op een bepaald social media site die ik me niet verder zal noemen. En waar ook mensen, ja, en er zijn leerlingen onvindbaar en heel veel leerlingen komen niet opdagen, bladibla. Dus ik heb even gewoon de cijfers zitten bekijken. En in 2018 waren er 1,4 miljoen kinderen die naar school gingen. Ja. En tussen de 5 en de 7000 leerlingen, zeg maar, dat is een beetje ruim genomen, die zouden onvindbaar zijn. In het huidige systeem van het afstandsonderwijs. Dat heb ik omgerekend. Dat is dus, als je snel kan rekenen, weet je het al, is ongeveer 0,5% van het totaal. Ja. Dus, en dan daarvoor moet je dan de zomervakantie inkorten? Ja, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we wel rekening moeten houden met leerlingen die wel recht hebben op onderwijs. Dat er wel mogelijkheid moet zijn voor die leerlingen om ook onderwijs te volgen. Maar zoals ik al zei, denk ik, ja, dat je ook op een andere manier dat kan vormgeven. Ja, ik denk dat het is ook een stukje wat je zelf doet, hè. Het is ook wat je zelf maakt, of iemand achterloopt of niet. Klopt. En de leerlingen die achterlopen, die hadden ook achtergelopen, hè? Op het moment dat we gewoon les hadden gegeven, denk ik. Ja, dat kunnen we niet zeggen. Dat is heel lastig om te zeggen. Ja, dat is wel ervaring een beetje, toch? Ja, dat is ook wel zo. Kijk naar jouw klas. En daar heb je vast leerlingen zitten waarvan die nu misschien achterlopen.
die ja, sowieso nee, hadden achtergelopen. Ja, dat ben ik met je eens. Dat is ook zeker waar. Zeker waar. Ja, ja, lastig. Maar er zullen ook leerlingen zijn, misschien in andere klassen of andere plekken in Nederland, die achterlopen puur door dit hele gebeuren. Ja. Maar dan ben ik ook weer van mening dat je als school daar iets aan kan of moet doen. Want daar heb je nu de tijd en de mogelijkheid voor. Om dat digitaal vorm te geven. Dus ja, kijk, weet je, voor mij, in korte, dat, ja, ik vind het een beetje overbodig, denk ik. Ja. Maar anderzijds denk ik wel dat we er een beetje voor open moeten staan. Dat als we een ja, weekje eerder beginnen, laten we, weet ik veel, dan best prima, toch? Ja, voor jou niet, hè? Ik hoor het al. Ik vind het lastig, weet je wel. Het hele jaar door ben je als docent bezig, ook in vakanties. En de zomervakantie is eigenlijk een van de weinige vakanties waarbij je 5 weken, als je gelukt hebt, dat je even niks hebt, weet je wel. En de laatste week begin je eigenlijk altijd al. Ja. Met voorbereidingen. Vaak doe je de eerste week doe je ook nog een soort van afsluiting. Afsluiting van het jaar en overdrachten en weet ik het wat. Dus eigenlijk heb je maar 4 à 5 weken heb je al nog maar. Ja. En dan ga je het nooit nog eens inkorten. Waardoor je, ja, weet je. Ik denk dat mensen zich op dit moment helemaal de pestblubber werken in het onderwijs. Ja. Maar dat en is natuurlijk de zorg, waar. Maar in het onderwijs gaat het natuurlijk nu om. Ik denk dat mensen zich helemaal de 4 keer in de rond te werken om het afstandsonderwijs vorm te geven. En dan ga je ze ook nog extra laten werken. Ja, ik vind het dubbel. Ja, even over de zorg, hè. Ja. Ik hoorde van een maat van mij dat een docent had gezegd dat de docenten net zo hard werken als mensen in de zorg. Nou, ik wil wel eerlijk zeggen, als docent, dat ik vind dat we dat echt niet mogen of kunnen vergelijken, hoor. Nee, eens. Weet je, ik bedoel, even serieus. Tuurlijk, ik werk echt wel hard nu. Maar, ja, sorry hoor, maar ik ga mezelf echt niet vergelijken met een dokter die zijn leven op het spel zet. Keihard mensenlevens aan het redden is, sorry, maar dat is gewoon niet te vergelijken. Nee, dit is een mooie documentaire op, ik dacht, NPO 1. En dat ging eigenlijk aan het begin van de coronacrisis. Was er zo'n dame, zo'n journalist, die was bij de IC's, zeg maar, ging ze even kijken hoe het zat. En dan een week later, weet je wel. En ja, die, als je dan hoorde wat, hoeveel zij werkte, weet je. Het is niet 8-5 of whatever. Nee, het is gewoon fucking eens ook door. Geen vakanties, weekenden bestaan niet meer. En dan, ja, ik vind niet dat wij kunnen zeggen dat wij net zo hard werken. Zeker niet. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar dat vind ik ook echt niet dat je dat mag zeggen. Nee, dat vind ik ook. Dan zit je ook, vind ik dat je de zorg veel tekort doet. Wat we natuurlijk al jaren doen. Ja, absoluut. Oké, zullen we het over geschiedenis gaan hebben? Want we zitten alweer. Zeker, zeker. Het is wel interessant, zeker, maar we zijn natuurlijk eigenlijk geen politiek. Nee, klopt. Nee, maar wat hebben we deze week op programma staan? Er staan wel een aantal leuke dingen op het programma. Zoals 20 april 1808 wordt Amsterdam benoemd tot hoofdstad van Nederland onder Lodewijk Napoleon, onze eerste koning. Ah, wat was het ervoor? Ja, Den Haag, hè? Ja, Den Haag inderdaad. Ja. Dus eigenlijk moeten we ze gewoon zeggen dat Den Haag gewoon eigenlijk de hoofdstad is. Kan, dat de stomme Frans gewoon het veranderd heeft. Het is ook wel onlogisch natuurlijk. Het is echt heel vaag eigenlijk, hè, dat Den Haag niet de hoofdstad is. Nee, want daar zitten onze politieke zetels. Ja. En dan hebben we niet Amsterdam als hoofdstad. Dat is eigenlijk heel onlogisch natuurlijk. Zeker, zeker, zeker. Nou moeten we maar eens even gaan veranderen, denk ik. Ja, petitie starten. op 20 april 1887, dus dat is weer 80 jaar later, 79, wint Georges Buton in Parijs de eerste gemotoriseerde race ooit, in 1887. Dus de eerste met raceauto's, zeg maar, dat hij won. Is dat grappig? Ja, super vet inderdaad. Ja. Dan kun je zien hoe ben langer gewoon de eerste persoon die ooit een race gewonnen heeft die gemotoriseerd is. Ja, dus toch, ja, vind ik wel tof. Ja, vet, hè? En dan gaan we even een stukje terug eigenlijk de geschiedenis in. Deze vind jij misschien wel leuk. Nou vertel maar, dan ga ik wel even zeggen of ik dat leuk vind. Nou ja, 21 april 753 voor Christus. Dus dat is echt een flink eind terug. Ja, dan zou volgens de legende, volgens de mythe, zou Rome zijn gesticht. Dat is echt heel knap dat ze dat precies weten, dat het 21 april is. Okay. Ja, dat door twee broers, hè? Ja, twee ja. Gebroeders. Gebroeders Romulus en Remus. Nou, iedereen kent Romulus en Remus wel, hè? Alleen, ja, wat is het verhaal nou rond Romulus en Remus? Hè? Dat zijn de tweelingzoons van de god Mars.
Van en Mars. van... Ja, je bek, joh. Niet van Jupiter. Nee, je bek, joh. Gaan we dit weer krijgen, vuile rat? Sorry. Ja, ga verder. Maar goed, het zijn dus de tweelingzus van de god Mars. En ja, de tweeling die, ja, die wordt op een dag door, ja, door een broer van grootvader in een mandje in de rivier de Tiber. Nou, de rivier de Tiber die gaat natuurlijk door Rome heen. En ja, het idee was natuurlijk dat ze moesten verzuipen. Maar dat deden ze niet. Ze werden gevonden door een, ja, door een wolvin. Dat is de legende natuurlijk, de mythe. En de wolvin heeft ze grootgebracht. En later zou er een herder genaamd Faustulus zich ontfermen over de twee kinderen. Nou, als volwassenen schijnen de twee broers ook terug te keren naar de plek waar ze ooit het mandje zou zijn achtergelaten. En daar stichten ze dan een nederzetting. En dat, ja, die nederzetting die wordt natuurlijk een soort van Rome in de vroege in de startblokken, zou ik maar even zeggen. En ja, het vervelende was, is dat ze niet eens zouden worden over, ja, over de naam, dacht ik dat het was. Ik weet niet, ik mag me corrigeren als dat niet goed ja, is. Maar heb je daar gelijk in, ja. Of wie, nee, niet over de naam, over wie er de koning zou worden. Dat was het volgens mij, wie de leider zou worden over de nederzetting. Ja. En het gevolg was dat ja, Romulus zijn broer Remus doodde. En ja, toen werd Romulus de leider van Rome, het jonge Rome. Ja, grappig. En waarom het 21 april is, is natuurlijk omdat de Romeinen dan het feest vierden dat de twee broers de stad stichtten. Ja. Ja. Dus vandaar komt het waarschijnlijk vandaan. Maar doet je dit verhaal niet ergens aan denken? Nou, vertel. Ik ben benieuwd wat jij met voor complottheorie nou weer kon. Nou, ik weet het niet. Als we het over twee broers hebben waarbij de een de ander doodt. Klinkt als... Vertel. Nou, het Bijbelse verhaal natuurlijk. Van de twee broers, ja, Kain en Abel. Ja, Kain en Abel, inderdaad, ja. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat een beetje op elkaar lijkt natuurlijk, hè. Maar toch ook niet helemaal... Nee, natuurlijk niet helemaal, maar dat is wel echt een terugkomend iets, hè. Ja. In de mensenheugenis is dat twee broers toch tot dit soort... Ja, maar ik bedoel, het is niet helemaal verwonderlijk dat het op elkaar lijkt, hè. Want als we kijken, we hebben het volgens mij vorige keer over Pasen gehad, hè. De christelijke tradities worden natuurlijk altijd gebaseerd op iets wat al bestond, mm-hmm. eigenlijk. En dat is dus hier, ja, denk ik, ja, ook precies. Het geval geweest. Dus dat Kain en Abel gebaseerd is op deze twee broers die dan elkaar... Waarvan een de ander doet. Ik denk... Dat weet ik niet. Ik denk niet dat zo is. Kain en Abel die zijn natuurlijk uit de Torah. Ja. Die is denk ik toch wel iets ouder. Ja, denk je dat? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Nou, misschien dat het andersom is dan. Ja, dat zou ook kunnen. Maar het mooie daarvan is wel dat beide legendes dan misschien toch weer van weer een gelijknamige verhaal komen. En dat zie je ook vaak, hè. Denk maar aan de overstroming in de Bijbel, hè? De vloed. Ja. Dat is ook in andere culturen komt het te sprake. Dat er toch een overstroming is geweest in het Zwarte Zeegebied. Dus dat komt dan toch wel weer een soort van terug van één bron, zal ik maar even zeggen. Interessant. Zeer zeker. Zeker. Nou ja, misschien kun je het wel ergens vinden op internet of zo. Het zal vast wel. Ja. Ja, internet kan je daar wel voor gebruiken. Wat een brug. Want 22 april 1993 wordt de eerste World Wide Web browser geïntroduceerd. En dat is Mosaic. Mosaic, ja. Stap. Ja, we kennen het niet meer, hè. Ik ken het niet. Ja, weet ik niet. Het eerste wat ik kende is Netscape eigenlijk. Ken je dat nog? Nee, volgens mij bestaat Mosaic niet meer, nee. Netscape, die ken ik qua naam wel. Netscape. Ken je dat niet? Ja, dat is... Ja, ken ik wel. Nou, Mosaic was in ieder geval de eerste webbrowser voor het World Wide Web. Het was ook de eerste browser die afbeeldingen kon integreren in de tekst. Dus in plaats van dat je dat dan in een apart venster moest openen. En het was geschreven door het Amerikaanse National Center for Supercomputing Applications, oftewel de NCSA. En het werd eind 92 dus ontwikkeld door hun en uitgebracht in 93. Vaak wordt ook, zeg maar,
het World Wide Web, de doorbraak daarvan wordt vaak ook aan hun toegeschreven. Hè? Dat zij dat hebben gefaciliteerd, om het zomaar te zeggen. En opvolgers zijn natuurlijk, wat ik net zei, Netscape en Internet Explorer. En tegenwoordig heb je natuurlijk Chrome. Eigenlijk is nu de Safari, grootste, denk ik. Firefox. Firefox, inderdaad, ja. De ontwikkeling van Mozaik werd in 97 overigens gestopt. Oké, dat is best wel snel daarna al. Ja, die andere browsers worden toch, kijk, net zo. Windows heeft had natuurlijk, Microsoft had natuurlijk een soort monopolie op stuurprogramma's. Dus op het moment dat zij natuurlijk een eigen browser ontwikkelen, die overigens wel gebaseerd was op Mozaik. Dan zie je ook dat de populariteit van de rest natuurlijk afneemt. Ja, maar dat is vaak zo. Ja, dus. Nou ja, dat is wel grappig, toch? Ja, leuk weetje, man. Je zal zien dat er nog een aantal tech dingen terugkomen. Maar de volgende is niet echt tech. Dat is meer Nederlands revenge eigenlijk. Want op 23 april 1949 annexeert Nederland delen van Duitsland als compensatie voor geleden oorlogsschade. Dus er zijn echt grote gebieden, of grote gebieden, zijn echt een aantal gebieden die geclaimd zijn door Nederland. Ik geloof dat Nederland, originele claim van Nederland, ervoor zorgde dat Nederland met een derde groter werd. Nou, dat werd uiteindelijk niet toegekend natuurlijk door de geallieerden. Maar er waren dus wel een aantal gebieden. Wie was toen eigenlijk minister-president? In 1949? Ja. Was dat niet Den Uyl? Nee. Hij is Drees. Drees, ja, denk ik. Ja, hij moet wel Drees zijn. Ja. Maar het is wel bijzonder dat dat ze daar dan voor kiezen. Van jongens, we gaan dat ze dat overnemen. Ja, maar dat was dat was natuurlijk hoe zeg je dat? Nederland is gewoon heel boos natuurlijk, hè? Nederland was gewoon echt heel boos op Duitsland. Natuurlijk. Ja, ook omdat Nederland min of meer er eigenlijk door de geschiedenis heen. Misschien niet de. Maar in ieder geval dat het Duitsland is. Hè, dat ze eigenlijk meer geallieerd zijn. Dat ze vrienden zijn. Dan vijanden. Dus daarom was Nederland natuurlijk gewoon boos. Met betrekking tot de bezetting. En wat voor impact dat had gehad. Zeker als je natuurlijk ervan uitgaat. Hè, de laatste fase is natuurlijk de hongerwinter bijvoorbeeld. Ja, daar zat gewoon heel veel zeer. Dus, ja, precies. Ja. Dus in eerste instantie wilden ze echt heel veel gebieden. Ik heb een plaatje gevonden van dat stuk. Dat is echt een heel groot stuk. Ja. Keulen zit er ook bij. Ja. Ja, je holy shit. Ik kan me voorstellen dat de geallieerden dachten: nou, laten we het opnieuw doen. Ja. Maar als voorbeeld. Even kijken hoor. De grens in hand bij de Rijn. Zo'n 20 vierkante meter was overgenomen. Wat grenswegjes zitten daarbij. Een onbewoond strookje van 0,05 vierkante kilometer. De hals bij Sittard ter grootte van ongeveer 42 vierkante kilometer. En ook bewoond door ongeveer 5600 personen werd geannexeerd. Die werden ook echt geannexeerd, zeg maar. En bij als laatste grensstaat bij Vaals werd overgenomen. In totaal zouden er dus Duitsers, zouden zo'n 9500 Duitsers Nederlands worden. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk weer teruggegeven. Dat gebeurde in 1963. Werden al die delen weer teruggegeven. Oh, dat is best lang zo geweest, hè? Ja. Ja, dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, gewoon meer dan 10 jaar gewoon. Ja, nou, dat was wel een kleine wegverbinding die door Duits gebied liep tussen Brunsum en Roermond. Dat is de N274. Bleef eigenlijk tot 1 januari 2002 onder Nederlands beheer. Oh, wat grappig. Ja, nu is dat weer teruggegeven. Maar met de open verbindingen natuurlijk in Europa is het ook niet meer interessant, denk ik. Om dat op die manier te verdelen. Dus, ja, dat is wel grappig, toch? Ja, dat is wel bijzonder iets. Ja, in totaal hadden we ongeveer 69 vierkante meter geannexeerd. Dat is niet zo heel veel. Ik heb ook een plan gevonden dat ze nog meer wilden claimen, volgens mij. Maar dat is niet helemaal. Ze wilden echt een heel groot gebied. Ja.
Maar ja, dat werd dus niet gehonoreerd. Maar goed ook, denk ik. Nee, precies. Dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft helemaal geen zin, joh. Daarom. Iets anders is dat op 23 april 2001 Intel de Pentium 4-processor introduceert. Ik dacht, okay. Dat is misschien wel interessant in vergelijking met die webbrowser, zeg maar. Okay. Dus Intel 4, ja, waar zitten we tegenwoordig eigenlijk in? Welke Intel, ik weet niet of het nog echt genummerd wordt. Volgens mij niet. Geen idee. Ik weet nog dat mijn eerste Pentium had was een Pentium 90. Maar volgens mij had ik daar een turbo knop op. Of was dat nog mijn 486? Geen idee, man. Maar dat was 90 megahertz, hè. We zitten tegenwoordig aan de, wat is het, 4 gig of zo? 4 gigahertz, 8 gigahertz. Met 4 cores of 8 cores. Ja. Serieus, ik ben hier zo slecht in. Het gaat als een malle in ieder geval. Ja. Het grappige is dat we gisteren zat ik Friends te kijken. Ja. En toen had een van die gasten had zo'n oude laptop, zeg maar, meegenomen. Dat was echt nog een 486 met een 28.000 bps modem. Zo'n oud crap ding. Maar die serie is natuurlijk uit 95, zeg maar, begon die in 94. En 95 was het seizoen 2. En daarin was dus die laptop. En toen moet je bedenken dat je dus in 95 zo'n laptopje had. Ja. En waar we nu zitten. Zo ja, bizar. Bizar, hè? Ja. Maar je moet je moet wel altijd uitkijken voor Trojan Horses, natuurlijk. Ja, dat zijn wel hele vervelende virussen. Ja. Maar wat komt er eigenlijk vandaan? Wat een goede koppeling, man. Oh, je bent echt scherp vandaag. Dat is een leuke koppeling. Inderdaad. De Trojaanse paard natuurlijk. Het paard van Troje, dat kennen we allemaal wel. Hè? Hoe de Grieken Troje binnenvallen met een geschenk van een houten paard. En daar binnenin zitten natuurlijk de Griekse troepen verstopt. Ja. Ja, het is echt al een oud verhaal. Een verhaal van Homerus, inderdaad. Ja. Hè? Ja. De Ilias. Het is natuurlijk. Het wordt nog steeds over gepraat over wat Troje nou was. Of het nou bestaan heeft, waar het zou had moeten gelegen. Maar voor zover ik weet, is het een fictieve staat. In ieder geval, het verhaal is fictief. Het gaat erom dat de Grieken te strijden trekken tegen de Trojanen. Want een van de zoons van de koning van Troje, als ik het goed zeg. Die heette Paris heet dat, geloof ik, die zoon. En die werd verliefd op Helen uit Troje. Zij werd Helen van Troje. Maar eigenlijk was ze natuurlijk getrouwd met een Griek. En uiteindelijk nam hij haar mee. Naar Troje. En toen uiteindelijk wilde die koning, ik geloof dat hij zijn naam even kwijt, in ieder geval hij wilde die vrouw terughalen en ging toen alsof zijn bondgenootschappen in Griekenland ging die meenemen naar Troje, om daar oorlog te voeren voor die vrouw. Maar Troje was volgens mij nooit ingenomen. En uiteindelijk konden ze dat dus wel door een list konden ze de Troje dus innemen. Ja. En er zijn dus ook heel veel helden natuurlijk, die we wel kennen natuurlijk. Hè. Helden zoals Ajax, Hector, Achilles. Die vochten daar en die stierven daar ook. Als echte demigoden, of hoe je dat ook in het Nederlands wil noemen. Ja, ja, dus. het is ingewikkeld, ja. Het zit een hele mythologie ook achter. Ja, klopt. En dat is dat drie godinnen eigenlijk. Ja. Die bode Paris bode die bode hun macht aan over de volken. Of tenminste, Hera bood de macht aan over de volkeren. Hè. Athene die beloofde hem kennis en wijsheid. En Afrodite, zeg maar, die beloofde hem de mooiste vrouw op aarde. Zoals een man vaker doet, gaat hij niet voor kennis of macht, maar voor een vrouw. Dus schonk hij een van de belangrijke appels aan Afrodite. En die schonk hem dus die Helena. Maar die Helena was inderdaad, zoals jij vertelde, natuurlijk eigenlijk al de vrouw van koning Menelaus. Ja, Menelaus. Ja, nu kom ik weer op die naam inderdaad. Ja, dat was de koning van Sparta toevallig. Dus, ja, dat klopt, ja. Slecht idee. Ja, klopt. Het grappige is inderdaad ook inderdaad die goden die zich altijd dus vermengen met die Griekse mensen, hè, dat zie je ook. Ja. En natuurlijk zijn die andere goden natuurlijk hartstikke boos, omdat Paris
zeg maar, ja, haar gekozen heeft. Hoe heet ze ook weer? Afrodite gekozen heeft. En waardoor dus die oorlog ook uitbreekt. Ja, precies. Dus dat is grappig. Dat is, ja, en tegenwoordig natuurlijk ook, daarom wordt het ook Trojan Horse genoemd, hè, zo'n programmaatje. Ja. En er zijn natuurlijk nog veel meer referenties naar dit. Ja. Wist je dat de Romeinen trouwens ook refereren aan de Trojanen? Dat er geloof ik een idee is dat de Romeinen eigenlijk Trojanen zijn? Nee, dat wist ik niet. Dat moet ik eens even opzoeken. Maar zoals ik gelezen dat zeg maar op een gegeven moment dan vluchten de, zeg maar, de nakomelingen van Hector, geloof ik. Die vluchten en die schijnen dan ja, te, zeg maar weer in het stukje van Italië waar Rome dan komt hun, ja, hun rijk te stichten. Dat is dan het idee wat ze erbij verzonnen hebben. Zo van om zich een beetje te koppelen aan die mythologie, weet je wel. Ja, ja. Zoals je wel vaker ziet. Vet. Ja. Dus eigenlijk zijn het gewoon, het is helemaal geen Romulus en Remus, maar zijn gewoon... Jawel, maar die zouden dan weer van hem afstammen, dat was het idee, oh, snap je? Oh, oké, okay. Ja, 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 het wordt allemaal heel ingewikkeld altijd bij die gasten. Ja, tuurlijk, maar het is gewoon een soort van fanfiction, weet je wel, en dat wordt dan aangenomen. Zo van, oh ja, is vet, ja, oké, okay, Romulus en Remus die stammen van hem af en ja, dus zijn eigenlijk dus ook verbonden daaraan. Ja, precies, ja, ja, ja. Nou, grappig. Nou, op dit ding kon in ieder geval geen Trojan Horse. Dat was namelijk de eerste IBM-computer. Op 24 april 1970 werd die namelijk geïntroduceerd. Ben je weer met je computers bezig? Ja, hoor. Ik heb gewoon een beetje technische shit ervan gemaakt. Maar heb je dat vorig jaar ook gedaan? Dat kan best. Kan best. Kan best kunnen. Zo, kan best kunnen, ja. Nou, ik heb in ieder geval straks als hoofditem gaan we gewoon even kort de geschiedenis van de computer behandelen. Dacht ik, misschien is dat leuk. Of hebben we dat al een keer gedaan dan? Nee toch? Hartstikke leuk. Hebben we dat nog hartstikke gedaan? Leuk. Oké, 26 april 1986. Tsjernobyl natuurlijk. Ja, volgens mij hebben we daar vorig jaar een ding over gedaan. Over wat? Sorry? Over Tsjernobyl. Ja, we hebben het over Tsjernobyl gehad inderdaad. Ja, dat klopt. Daar hebben we een stuk over verteld inderdaad. Ja. Maar Tsjernobyl blijft interessant, hè? Laten we dat niet... Uiteraard. Door naar de volgende. Nee, sorry. Nee, nee. Nee, ja. Ja, Tsjernobyl, ja. Ik weet dat, dat mijn ouders geen spinazie meer aten. Niet... Ja, bijzonder, hè? Ja, ik was 2, dus ik kan me er niet veel van herinneren, maar ik zal het vast niet erg gevonden. Nee, ik was toen nog niet in, ik was toen nog niet gemaakt. You young mother... Ik was er bijna, maar dat duurde nog 11 maanden. Oh, oh, ben je zo jong, joh? Ben je zo jong bloempje? Jong, jong. 87. 87? Wow. Oké. Okay. Cool. Ja. Cool. Cool, brother. Oh shit, als het 9 maanden is. Dan? Nee, laat maar. Doof. Nee, het is niet 9 maanden, is 11 maanden. Oké. Okay. Ja, dat is dan nog niet helemaal... Ben okay. Ik gewoon beïnvloed door... daarom ben ik zo raar. ja, daarom is die bult op je hoofd. Ja, klopt. Die bulten, hè. Die twee, waarom daar heb je twee hoofden? Ja. Oké, okay, de volgende. Op 27 april 1791 wordt door de Amerikaanse uitvinder en kunstschilder Samuel Morse, de Morsecode, die de Morsecode bedenkt natuurlijk, de elektrische telegraaf uitgevonden. En die... Hij is geboren op 27 april 1791. Oh, ja, je hebt gelijk, sorry. Maar hij staat natuurlijk heel erg bekend, als achternaam zegt het eigenlijk al. Ja. Ja, zijn Morsco, vanwege de Morsco. Ja, hij is degene die, ja. Ja, oké, okay, een warrig verhaal zo. Ja. Hij was ook schilder, hè? Ja, klopt, kunstschilder. Kunstschilder, inderdaad. Dus misschien schilderde die in Mors. Misschien wel, misschien had hij gewoon een... in die tijd schilderden ze nog heel erg klassiek, hè? Ja. Dus het was nog niet echt heel erg... Nee. Nou ja, goed, oké, okay, whatever. Dus, next. Next song. Next song. Ja, het hoofditem eigenlijk, had ik een stukje geschiedenis van de computer neergezet. Want, ja, geloof het of niet, er zijn natuurlijk al heel veel verschillende soorten computers en achtige dingen zijn er geprobeerd te maken. Ook in het verleden. En dat gaat natuurlijk al terug naar bijvoorbeeld de telraam, hè. Ja. De abacus, maar ook bijvoorbeeld naar een kerfstok, waar de schulden van een persoon op vast werden gelegd. Hè. Daarom zeggen we tegenwoordig ook nog, wat heb jij op je kerfstok staan?
Dat zijn natuurlijk de eerste vormen natuurlijk van een soort van gecomputeriseerd rekenen. Daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Maar de eerste die echt geprobeerd heeft om iets te bouwen met tandwieltjes en allerlei dingetjes, was Charles Babbage. En misschien herken je de naam Babbage. Babbage, ja. Ja, dat is voor Ja, mijn zeker. programmeertaal, als ik het goed heb. Ja, als je Babbage is, dan ook wartaal dan, toch? Oh, dat weet ik niet. Ik dacht dat Babbage is een voor mijn programmeertaal. Ja, dat klopt. Ja, oké, cool. Dus dat. Dit was een soort astronoom was het eigenlijk. Of het was een astronoom. Hij irriteerde zich aan het feit dat er in alle tabellen die hij had, dat er wel ja, dat er onvermijdelijk fouten in kwamen door menselijke berekeningen natuurlijk. En hij vroeg zich af of het niet machinaal gemaakt kon worden. En hij bedacht daarvoor in 1822 de differentiatiemachine. De Oei, 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 oei. differentiemachine, sorry. En het was een concept dat voor een machine die tabellen van veel termen kon uitschrijven. Nou weet ik niet precies wat veel termen inhoudt, maar ik ga ervan uit dat er heel veel data in zit, zeg maar. Maar omdat hij een beetje een kneus was, lukte het hem niet om hem echt te maken. Maar in 1833 kwam Aldus, dat is een andere dude, die kwam met een analytische machine. En die machine zou door middel van ponskaarten wiskundige berekeningen kunnen uitvoeren. Dus dat is een beetje, moet je natuurlijk terugschieten bij die eerste computers, hè, dat je een soort kaartje invoert. Hè. Je hebt het nog wel eens, denk ik, als je een soort van het speelgoed, hè, dat je een soort kaartjes in kan voeren, dat ze dan een opdracht uitvoeren. Ja. Ja, dat was dat idee, zeg maar, daar kwam, die Aldus kwam daarmee. En die machine wordt eigenlijk als het concept gezien van de huidige computer. Want tot dan toe eigenlijk bestond alleen de machine op papier. En ja, doordat die Aldus met zo'n ponskaarten ding kwam, ja, zie je dat het eigenlijk een soort eerste concept van de computer ontstaat. Nou, die Babbage die probeerde eigenlijk. Dus dat een beetje te combineren, zijn ideeën met die ponskaarten dingen. En daarvoor kwam hij eigenlijk bij een of andere vrouw. Ada Augusta heet zij. Zoals, of schijnbaar wordt ze ook Lady Lovelace genoemd. Klinkt een Dat is beetje wel een bekende naam, ja. porno naam volgens mij. Linda Lovelace? Nee. Volgens mij was dat meer een soort van ja, geheime naam of zo. Lovelace. Ik ga ze gewoon zoeken. Google. Lady Lovelace, Ada Augusta. Lovelace UI, Home Assistant. Het is nu nog zelfs een. Zij is heel bekend, hè? Ja. Ah, dat is grappig. Want zij is eigenlijk degene die. Zij wordt gezien als de ontwerper van het eerste computerprogramma, toch? Ja. Zij schreef zeg maar een soort reeks instructies voor die Ja. analytische machine die ze gingen bouwen. Waarbij ze dus ook de subroutine ontwikkelde. En ja, als je subroutine hoort en je hebt een beetje iets met ICT, dan weet je al gelijk natuurlijk dat dat bij elkaar hoort. En die subroutine die ja, berekent natuurlijk onder de hoofdroutine dingetjes. Dus zij was eigenlijk dus de eerste programmeur. Maar ook dit apparaat heeft Babbage nooit kunnen voltooien, omdat hij het niet voor elkaar kreeg met de techniek op dat moment. Eind 19e eeuw construeerde dus Herman Horace telmachines. Die werkte op basis van ponskaarten. En door sorteermachines werden die aan elkaar verbonden, waardoor je dus een soort van bewerkingen kon maken. Dus dat is wel interessant, hè? Dus dat is eind 19e eeuw. Maar pas in 1938 werd de eerste computer gebouwd door Konrad Zuse. Zuse's Ah. machine werkte ook nog mechanisch, dus ook door middel van bijvoorbeeld ponskaarten en zo. Maar hij maakte het zichzelf een stuk eenvoudiger gemaakt. Of hij had het zichzelf een stuk eenvoudiger gemaakt door van het binaire stelsel gebruik te maken. En een jaar later bouwde Zuse de eerste elektromagnetische computer. Of de elektromechanische, jeetje, wat een moeilijke woord allemaal. Lekker onderwerp dit. Goed gedaan, Paul. Oké. Okay. Maar goed, door de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk dat die ontwikkeling van de computers in vogelvlucht gaan. He, je ziet in het Verenigd Koninkrijk werd van de Colossus gebruik gemaakt. Die was gemaakt om de berichten te kraken van de Duitse Lorenz codeermachine. Ja. Hij werd
die Colossus werd ontwikkeld door Tommy Flowers en was eigenlijk de eerste elektrocomputer, elektronische computer was het eigenlijk als eerste. Dus niet meer met ponskaarten of mechanische tandwieltjes en allerlei shit. Nee, gewoon echt met elektriciteit. Hij maakte daarbij gebruik van elektronenbuizen. Nou, de eerste computer in de VS was de ENIAC, oftewel Electronic Numeral Integrator and Calculator. En die nam een aantal klaslokalen in beslag. Dus je kan je voorstellen hoe groot dat moet zijn geweest. En die kon dus, ja, die konden berekeningen doen. Hè? Dus het was nog niet zoals we nu natuurlijk zitten te gamen of weet ik veel wat. Het waren gewoon echt berekeningen. Bevatte ongeveer 18.000 buizen, 70.000 weerstanden, 10.000 condensatoren en 6.000 schakelaars. En hij gebruikte net zoveel energie als een zware locomotief. Tering. Dus denk aan je stroomrekening. Ja, bizar. Ja. Nou, op 7 augustus 1944 wordt op de Universiteit van Harvard door IBM-onderzoeker Howard Aiken de eerste programmeerbare rekenmachine gemaakt. Dus dan zie je al iets verschijnen natuurlijk. Hè. Dat is ook allemaal eigenlijk gebaseerd natuurlijk op computerdingen. Maar goed, je moet je voorstellen dat in bijvoorbeeld 1954 pas de eerste computer in Nederland kwam. Dat was de ARA 1. Die kwam op het Mathematisch Centrum. En je moet je even voorstellen, die kostte 1,7 miljoen gulden. Zo. Ja. Een harde schijf bestond er nog niet, dus daardoor was het ook lastig om gegevens op te slaan of programma's gewoon op te slaan in computers. Maar later werd er wel gebruik gemaakt van magneetbanden bijvoorbeeld. Je ziet ze ook met zo'n oude film, zie je ook zo'n magneetband lopen. Ja. Het grappige is dat in 1947, toen de transistor uitgevonden werd, computers een stuk kleiner werden. Maar IBM beweerde eigenlijk dat er wereldwijd niet meer dan een stuk of 7 computers nodig zouden zijn. Het tijdschrift Popular Mechanics voorspelde echter dat er wel computers zouden komen die maar 1500 kilo zouden wegen. Nou, ik weet niet hoe zwaar jouw computer is, maar die van mij weegt totaal geen 1500 kilo. Ja, maar dat is gewoon de tijd. Ja, dat is de tijd. Maar ze hadden wel gelijk in de zin dat er natuurlijk kleinere computers zouden komen. Ja. Want op een gegeven moment met alle ontwikkelingen in de elektronica. Ik ben niet zo technisch, maar ik heb me laten vertellen dat bijvoorbeeld halfgeleiders die toegepast werden in transistoren ervoor zorgden dat computers kleiner en sneller konden worden. En later werden de transistoren zelfs geïntegreerd en schakelingen werden gebruikt. En dat noemden ze dan integrated circuits of zo. Ik ben natuurlijk geschiedenis en niet technisch. Maar goed, in ieder geval, die chips, zeg maar, die computerchips werden steeds kleiner. En op een gegeven moment werden ze zo verbeterd dat ze dus in de jaren 70 in een processor geïntegreerd werden. Dus je ziet eigenlijk dat ontstaan van die processor komen. Waardoor het dus een stuk goedkoper werd om computers te bouwen. En er waren een aantal firma's die computers gingen bouwen op basis van eigenlijk die IBM computer. En die kwam dus eind jaren 70. En eigenlijk zie je dat omdat IBM een paar domme dingen had gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld dat ze Microsoft opkochten. Van Bill Gates natuurlijk, bekend. En het besturingssysteem integreerden. Maar Microsoft was weer heel slim en die had gezegd, ja, wij willen dus niet alleen op jullie systeem kunnen. Wij willen gewoon op alle systemen kunnen. En IBM dacht van, ja, fuck it, wij zijn de enige die een systeem kunnen bouwen, dus oké. Maar ja, je ziet natuurlijk op een gegeven moment worden er allerlei andere computers gebouwd, afgeleid van die IBM. En die konden allemaal dus Microsoft DOS op dat moment draaien. Ja, waardoor Microsoft natuurlijk heel veel geld kreeg. Al die andere systemen hoefden niet opnieuw het wiel uit te vinden met een besturingssysteem. En uiteindelijk zie je dat zelfs IBM dus een beetje eruit gefaseerd wordt. Omdat er gewoon andere alternatieven zijn die goedkoper zijn. De enige eigenlijk die nog een beetje uit die tijd die zich nog staande heeft weten te houden is natuurlijk Apple. En je ziet nou dat het natuurlijk, ja, ik weet niet wat voor PC jij hebt. Ik weet tegenwoordig ook niet meer. Ik kan tegenwoordig aanklikken wat ik wil en klaar.
Ja, want dat heb ik ook. Ik heb ook een helemaal allemaal verschillende onderdelen zitten erin en ik zou niet uit mijn hoofd kunnen vertellen wat erin zit. Nee, nee. Nou, natuurlijk bekende namen zijn Intel en hoe heet de andere? Altijd bij in te houden. Nee, daar kijk ik nou niet op, kijk ik nou niet tegen. Shit, ik heb het allemaal. Ik gebruik het gewoon, die shit gebruik ik gewoon. AMD natuurlijk. Tuurlijk, AMD. AMD, Dat zijn nu bekende systemen. En Intel heeft natuurlijk een beetje die markt van IBM overgenomen. Dus ja, en je ziet dat in 2006 hadden we nog allemaal zo'n PDA, weet je wel. Heb je dat gehad, zo'n PDA? Denk ik niet. nee, ik heb geen Dus, PDA gehad. dat was eigenlijk een soort voorloper van de mobiel en de tablet. Dus het was een beetje formaat tussen mobiel en tablet in. En daarin kon je je agenda bijhouden. En je kon er niet mee bellen, maar je kon wel je agenda bijhouden. En als je wifi had, kon je ook weer met je browser op internet en je e-mailtjes bekijken. Maar je kon natuurlijk niet bellen. En eigenlijk is die PDA er gewoon uitgefaseerd door onze mobieltjes, die nu alles gewoon zijn. Eigenlijk. Ja, het is alles in één. Alles in één. Dus die eerste computers, bijvoorbeeld, daar zat. Wat was het? Ik geloof 10 MB harde schijf in. Ja, bizar. Ja. Maar moet je kijken hoe klein zo'n mobieltje is vergeleken bij van die gigacomputers vroeger. Is toch bijzonder? Ja, ze zijn natuurlijk 1000 miljoen keer zo snel. En. Ja, bizar. En ze kunnen meer gegevens hebben en ze zijn kleiner. Ja, Bijzonder. ja, ja. Dus ja, dat is een beetje de geschiedenis van de computer eigenlijk. En je ziet van mechanisch ga je langzaam over naar elektrisch. En de elektrische. Ja, alles werd natuurlijk gewoon verbeterd, hè. Je ziet dat gewoon een soort technologie boost is gekomen. Daar word je gewoon eng van eigenlijk. Ja, dat is wel heel knap. Ja, wel vet. Vet shit, hoor. Ja, man, absoluut. Maar dat je, ja, weet je, ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dan mijn docent zei: Nou, je moet uit je hoofd leren rekenen, want je zal nooit een rekenmachine in je zak hebben zitten. Guess again. Ja, echt hè? Dat is Ja. wel heel knap. Je zal nooit een rekenmachine in je zak hebben zitten. Nou Ja. ja, dat denk je zelf. Echt, hè? Ik weet nog wel dat ik toen ik studie deed, 2005, dat een docent zei tegen mij, ja, was wel een hele slimme vent. Die zei, op een gegeven moment zijn de computers met de harde schijven van 1 terabyte. En wij keken elkaar echt aan van, ja, what the fuck? Het is toch veel te groot, weet je wel, what the fuck? Ja. En nou, nu zijn we daar al. Precies, ik wou zeggen, daar zitten we al. Ja, bizar hè. Ja, vet. Ja, man. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen. No. Ja, we moeten eigenlijk weer een beetje de draad gaan oppakken, natuurlijk. Ja, moet wel, man. Want ja, anders verlies je jezelf hier ook in. Ja, ja. Ik wil weer naar mijn werk. Nou, dat zeg ik ook niet, maar Nee. ik wil wel wat gaan doen. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer qua podcasting regelmaat. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zou volgende week maandag is natuurlijk Koningsdag. Ja. Dus dan hebben we vakantie. Zeker. Dus moeten we ergens die week even kijken of we een mooie kunnen opnemen. Ja, moeten we maar even kijken of we dat doen. Even Misschien kijken, kunnen we misschien kunnen we iets Koningsdag over. special doen. Ja, dat wou ik net zeggen. Misschien. Oh! Oh, great minds think alike. Alright, oké. Okay. I'm game. Ja, ik ook. Cool. Alright man, dan ik hoop dat jullie allemaal deze coronatijd met je goed doorkomen. En veilig en zo. En zo, ja, en zo. Mooi gezegd, Paul. Ja? En zo. Nee. Ja, we hopen natuurlijk als jullie nog iets leuks te melden hebben. Of als jullie ons willen een berichtje naar ons willen sturen. Kunnen jullie ons altijd mailen naar deraadspensionaren@gmail.com. Of de, hoe heet het ook weer? Het Raadpension op Twitter. Ja, zeker. Het Twittert. raadspension op Twitter. Ja, dus stuur ons een berichtje als je iets leuks te melden. Misschien hebben we nog suggesties, ideetjes, vragen. Kan allemaal. We zijn beschikbaar voor jullie. Ja, feedback. Zeker weten. Dus, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer en we spreken elkaar heel snel. Ik hoop het wel. Later.